Je zou het bijna vergeten, maar Mark Webster kan echt heel goed darten. In de kwartfinale van het afgelopen WK versloeg hij bijvoorbeeld Phil Taylor. En het hoogste gemiddelde dit seizoen in de Premier League is gegooid door, jawel, Mark Webster. Ruim 110. Maar ondertussen heeft hij wel gewoon 7 partijen op rij verloren. Een evenaring van het negatieve record van Wayne Mardell. Hoe gaat hij dat ombuigen? Nou, misschien wel vanavond tegen Terry Jenkins. Na 4 weken op rij met 8-1 te hebben verloren, heeft Webster in ieder geval in week 12 2 legs te pakken. Hij is op een 2-1 voorsprong gekomen. Maar dan komt Jenkins aan de okkie voor 100. Triple 20 erin, tops voor Jenkins. En in het begin van de wedstrijd gaan de dubbels bij Terry Jenkins heel gemakkelijk. En we hebben hoog bezoek vandaag in Liverpool. En die Fordham is in de zaal. Het gaat goed met de Viking, naar omstandigheden in ieder geval. Hij ziet er weer goed uit en hij heeft veel plezier hier in de Echo Arena. Het is goed om de voormalig wereldkampioen weer eens terug te zien. Ondertussen is het 3-3 geworden in de wedstrijd en komt Jenkins op 81. Dit is om Webster te breken. Triple 19, die is raak. Dubbel 12. En de break is gerealiseerd. Jenkins komt 4-3 voor. En van 4-3 maakt hij er ook 5-3 van. En dan is het weer de lek van Webster. Triple 19 erin op 79. En dan moet hij naar dubbel 11. Maar hij is een beetje angstig, Webster. Die dubbel 11, daar moet je echt voor gaan. Maar hij is te voorzichtig en gooit hem aan de buitenkant. En ik zei het al, Jenkins gooit de dubbels vandaag prima. Triple 20, hij gooit die niet. Maar 16. En dan mag hij naar zijn favoriet, naar dubbel 20. En die mist hij zelden, Terry Jenkins. En zo komt Jenkins op 6-3 voor. Heeft hij 2 breaks te pakken en is iedereen blij voor Jenkins. Webster krijgt nog 1 keer de kans om terug te komen. 87, dubbel 9 nodig, maar dubbel 9 gaat er niet in voor Webster. En zo lijkt hij weer naar een nederlaag toe te gaan. Want Jenkins op 87... Oh, kijk eens aan. Triple 2 gegooid. Dan moet hij nog een triple 19 raken, Terry Jenkins. Om naar dubbel 12 te mogen. Even concentreren. Triple 19. Nee, die gaat er niet in. En dus mag Webster terugkomen. 55. Voor dubbel 9. En een break terug. En 6-4. Maar je moet hem durven gooien, Webster. En het is weer 3 keer aan de buitenkant. En dan geef je Jenkins de kans. Jenkins heeft tot op dit moment geen dubbel gemist. Hij is 6 uit 6, maar hier gaat het fout. De dubbel 16, 2 keer gemist. De dubbel 16, 3 keer gemist door Jenkins. Ja, en dan mag Webster nog een keer terugkomen voor de dubbel 9. En hij zal toch niet blijven missen, de Welshman. Nee, hij blijft niet missen, de Welshman. Hij brengt de achterstand terug tot 6-4. Maar de volgende leg, u ziet het al staan, wordt hij zelf weer gebroken, Mark Webster. Het wordt 7-4 voor Jenkins. Die heeft dan een puntje binnen. En die mag gaan gooien voor de wedstrijd. Triple 19, niet gegooid. 18 en tops. 1 pijl voor de Raging Bull en die gaat erin en zo wint Terry Jenkins met 8-4 en verliest Mark Webster voor de 8e keer op rij in de Premier League. De stand na 12 speelronden. Taylor is al zeker van de play-offs. Dat geldt ook voor Anderson, die weliswaar verloor, maar door de andere uitslagen alsnog gekwalificeerd is voor de play-offs. Van Barneveld stevig op plek 3. Lewis, Wade, Whitlock en zelfs Jenkins knokken nog voor plek 4. Het programma volgende week in Bournemouth. Whitlock tegen Webster. Anderson tegen Raymond van Barneveld. Jenkins neemt het op tegen Lewis en Wade tegen Phil Taylor.